Hallo dag review vriendjes. Hoe is het daar? Hoe is het toppie? Ja. Het is gewoon prachtig. Weekend voor het deurtje. Allemaal goed. Gewoon genieten jongens. Knollense bommen. Gewoon genieten. Ja. Wat kan je anders? Ja, de bank gaat zitten zeuren. Helpt ook niet. Helpt niet. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Rookworst. Heerlijk. Ik ben gek op stampotten. Hollandse stampotten. Kan mij geen moer uitmaken wat voor stampot. Ik hou van andijviestampot. Ik hou van hutspot. Ik hou van boerenkool. Ik hou van spruitjesstampot. Ik hou van zuurkoolstampot. Ik interesseer mij geen ene moer. Stamp een aardappel, flikker een zootje, groente erbij. En oom Jan is blij. Dat ruikt. En wat eet je bij een stampot? Worst. Tenminste, bij de meeste. Boerenkool, zuurkool. Daar eet je worst bij. Rookworst. De Udo's rookworst is daar gewoon een goede worst voor. Nu moet ik eerlijk zeggen, ik had vroeger altijd Hema rookworst. Want dat vond ik de allerlekkerste. Daar hebben ze iets veranderd in het receptuur. Ik vind het niet meer zo lekker als vroeger. Ja. En dan vraag ik me af waarom ik naar de hemel zou lopen als ik nou ook gewoon zo'n Unox rookworst kan halen. Is een Unox rookworst nou super lekker? Nee, het is niet echt dat je denkt, god, wat een domme, jeetje, wat een ontzettende lekkere worst. Maar het maakt niet uit, want hij hoort erbij. Het hoort erbij. Als jij gewoon een lekkere boerenkooltje hebt en je hebt er gewoon plakjes Unox worst, is het gewoon helemaal prima. Hoor je niemand over zeuren. Unox is daar ook gewoon een basismerk voor. Je hebt basismerken. Rookworst, Unox, basismerk. Simpel is het. Overigens vind ik een rookworst meestal niet genoeg. Dus dan doe ik ook spekjes er doorheen in de pak een beetje dan te gereed boerenkool. Bij zuurkool zorg ik ook dat er een stukje confit de canard bij zit. Confit de eendenbout. Het is niet voor niks dat ik eruit zie zoals ik eruit zie. Ik ben een man van extra's. Hè? En daar krijg je dan ook een extra dikke pens van. Maar goed, ik geniet wel. Ik eet wel lekker. Unox rookworst. De Gelderse rookworst. Ik eet eigenlijk altijd de Gelderse rookworst. En nu ik zit te kijken, denk ik, waarom is dit eigenlijk een Gelderse rookworst? Wat is hier dan Gelders aan? Volgens mij was dit de gewone rookworst. En dan staat de Gelderse voor. Er komt uit Gelderland. Interesseert mij helemaal geen ene moer welke provincie er komt. De gewone Gelderse rookworst. Wat hebben we hier? Oh, dan hebben we hier een extra magere rookworst. Daar ben ik het nooit helemaal mee eens. Want ik vind namelijk een extra magere rookworst. Vind ik gek. Een rookworst moet namelijk niet mager zijn. En al helemaal niet extra mager. Ik zie het liefste zeg maar een worst zoals een vrouw. Gewoon dat er een beetje vlees op zit. Een beetje spek. Dat je er wat hebt om op te kauwen. Dus waarom ze dat nou weer gedaan hebben, een extra maag. Is er dan iemand, hè, dat zijn dan van die hele dunne types, die dan willen dan nog dunner worden, die zegt, goh, lekker, extra magere rookworst. Dat soort mensen moeten gewoon geen rookworst eten. Die moeten gewoon lekker die zuurkool in hun bakkers douwen zonder rookworst. Want extra magere rookworst staat natuurlijk helemaal nergens op. En om het verdomme nog erger te maken, heeft Unox ook een grasworst gemaakt. Een vegetarische rookworst. Met de vertrouwde smaak van Unox. Lijkt mij stug. Want de vertrouwde smaak van Unox is een Gelderse rookworst met heel veel vet en vlees erin. En niet eentje gemaakt van, wat zit erin? Soja. Eens even zien. Wat zit erin? Water, olie, verdikkingsmiddelen, carrageen, allemaal gommetjes, erwtenvezels, eiwitpoeder, rijstenbloem. Nou, in ieder geval geen suiker. Maar wat een troep zit er allemaal in. Niet te geloven wat een lijst er allemaal in zit. Verschrikkelijk. En wat zit hier dan in? Hier zit er gewoon, ja, ook natuurlijk allemaal één nummer zijn troep in. Maar hier zit 92% varkensvlees in de Gelderse. En allemaal één nummers natuurlijk. En allemaal hartstikke leuk. Een specerij, een kruid, een troep. Wat zit er in een magere worst? Even kijken. 83% varkensvlees. Er zit 9% minder varkensvlees in. Maar deze is opeens hartstikke mager. Nou, ik vind het een beetje vreemd. Extra mager, 9% minder varkensvlees. Voor de rest exact hetzelfde troep die erin zit. Gewoon niet kopen. Dan gaat het ook vanzelf uit de markt. Gewoon niet kopen. Ja, hartstikke leuk. Koude rookworst eet ik niet.
Ik ga ze even in het water wellen. Oftewel, dan haal je ze zo hieruit. En dan flik je ze met cellofaantje en al. En flik je ze in het water. En ik vraag me af, zie je het verschil? Even kijken hoor. Dus die grauwe, dat is de vegetarische. Deze is mager. En dan die grotere is de gewone. Want ik flikker ze allemaal in hetzelfde water. Dan moet ze wel onthouden wie wat is. Nou, daag het zo. Floepen de floep. Floepen de floepen de floepen de vlee. Warme worst. Hartstikke leuk. We kunnen ze nog herkennen. Die grauwe, dat is de vegetarische. Die kleine is de magere. En die grote, dat is de Gelderse. Zoals het hoort, zeg maar. We beginnen. Jezus, wat heet. Met de Gelderse worst. Kijk, die halen we even uit. Zet een vaantje. Hartstikke leuk. Snijf een stukje af. Kijk. Ziet er ook wel heel, natuurlijk heel fabriekerig uit, maar. Is. Gewoon een rookworst. Niet heel heftig van smaak. Een beetje zout. Een beetje gerookt. Massieve binnenkant, maar geen harde stukjes erin. Net vet als de pest. Zo hoort een rookworst te zijn. Is hij extreem lekker? Nee, dat is hij niet. Het is gewoon een Unox rookworst. Dat is wat het is. Het is niet dat je denkt, we gaan hier de wereld mee veroveren. Hè? De magere rookworst. En ik vertrouw dat niet. Ik vertrouw magere vrouwen niet. Ik vertrouw magere worsten niet. Een rookworst moet vet zijn. Dus een extra magere worst, hè, dat van Unox, daar gaat het bij mij niet in. Totdat ik dus even op de ingrediënten keek. Toen bleek dat er bijna, wat was het, 9% minder vlees in zit. En dat is het dan. Dus aan zich, ik moet deze ook gewoon, ja, hier, ziet gewoon exact hetzelfde uit. Moet ook gewoon eigenlijk hetzelfde zijn als die. Iets minder vlees. Hebben ze een beetje aangevuld met andere dingen. Is hij heel anders van smaak? Nou, het antwoord daarop is, nee, hij is niet heel anders van smaak. De structuur van de worst van binnen is wel anders overigens. Die is ietsje zachter. Dat is ook niet zo gek, want er zit minder vlees in. Dus dat hebben ze opgevuld met allemaal andere troep. Nou, is hij minder lekker? Nee, eigenlijk niet. Hij is wel een stuk zouter. Dat is wel vreemd. Hij is wel een stuk zouter dan de Gelderse rookworst. Had ik niet verwacht. Want als je dan denkt dat iemand extra mager doet, dat je hem dan denkt van nou, dan zul je ook wat flauwer zijn. Hij is juist eigenlijk smaakvoller dan die vette. Maar ik ga gewoon voor die vette. Je ziet mij verdomme toch niet met een extra magere rookworst door de supermarkt lopen. Ik ben toch niet gekke Gerrit. Dan komen we altijd uiteindelijk op het punt dat je denkt, heeft Jan ook nog iets geks in huis? Zeker een vegetarische rookworst. Hè? Gemaakt van alles waarvan je geen rookworst maakt. Namelijk geen vlees. Hij ziet eruit. Nou, ik weet het niet hoor. Maar hij ziet er verschrikkelijk grauw uit. Hij ziet er een beetje uit als iemand die zijn huidskleur van. Je krijgt hem niet eens. Je krijgt hem niet eens behoorlijk uit zijn hoesje. Omdat hij niet vet is. Nou. Hij ziet er net zo grauw uit als de meeste vegetariërs eruit zien. Van binnen ziet hij exact hetzelfde uit als de vleesworst. De buitenkant is wel een beetje grauwig. Maar goed, het is zo. We gaan het proberen, jongens. Is hij vies? Nou. Ik zal je vertellen, de buitenkant is natuurlijk niet zo'n hoesje zoals dit. Ik weet niet of ze daar nog steeds van darm maakten, maar normaal zijn de hoesjes waar de worst in zit van darm. Ja, dit is natuurlijk niet van darm gemaakt. Dus er zit echt geen effect in dat je het gevoel hebt dat je een worst knakt of zo. Want het is gewoon eigenlijk, de buitenkant is gewoon eigenlijk, ja, gewoon een worst, nee niet. De binnenkant is qua structuur heel erg rookworst. Qua smaak heel erg niet. Hij is zuur. Rookworst moet zout zijn en niet zuur. En het doet ergens vlezig aan. Dus als je echt vegetariër bent, dan kan je dit gewoon eten. Want het komt gewoon ergens wel in de buurt. Maar is dit heel lekker? Nee. Zou je dit eten? Nee. Zou je het überhaupt mensen zeggen dat ze het moeten eten? Nee, behalve dan als je zo'n zeiker bent die zegt ik wil geen vlees eten. Dan kan je hem best bij je boerenkool eten. Maar goed, laten we eerlijk zijn.
Het is nooit boerenkool met worst. Ja, want de mensen noemen dit dan worst. Ik noem het geen worst. Ik noem het een vegetarische staaf. Gat, dat klinkt vies zeg. Tijd voor de cijfertjes. En de cijfertjes die... gewoon prima. Weet je, vegetarische rookworst slaat nergens op. Moet je zelf weten, maar slaat natuurlijk nergens op. Maar je moet het zelf weten. Ik denk dat het voor een vegetarisch product prima is geregeld. Ik vind hem zuur. Ik vind hem gewoon niet lekker. Maar is niet slecht. Ik krijg gewoon een vijfie. De magere worst. Is niet zo heel erg mager. En zeker niet extra mager zoals hier staan. Want de magere worst zit maar 9% minder vlees in. Hij is daardoor niet viezer. Hij is zelfs een beetje zouter. En de structuur van de worst is net even wat smeuiger dan de Gelderse worst. Die meer vlees heeft. Deze is prima. Die krijgen gewoon van mij een sessie. En de Gelderse worst. Ja, dat is het wat wij eten gewoon bij de boerenkool. Die krijgen gewoon een 7. Nou, hartstikke leuk. Doeg!